Over levendig en overleven gesproken. Hoe een bruisende stad het afgelopen jaar tot stilstand kwam. Met de Dordtse wethouder Piet Sleekink. De horecaondernemer met cultuurhart Ferry de Klerk. Big River stadsfeestorganisator Lieselot Gatsen. En David van Wijngaarden van poppodium Bibelo. Een special guest verzorgt de live act. En de presentatie is in handen van Maarten Wijk. Ja, wat leken we ontzettend goed op weg die afgelopen 5 jaar. Vooral van het moment dat de koning onze stad bezocht om zijn verjaardag te vieren, leek het allemaal niet op te kunnen. Evenement na evenement, steeds meer toeristen. Ja, geen provinciestadje meer Dordrecht, maar een heuse bruisende stad. Een metropool haast. En de wethouder die daar de afgelopen jaren mede voor verantwoordelijk was, die is nu hier, Piet Sleekink. Gemeentebestuur Dordrecht, ben je met name verantwoordelijk voor 3 dingen. Voor de binnenstad, voor cultuur, toerisme. En toerisme. En dat zijn nou precies 3 onderwerpen waarvan ik denk van nou, dan moet je net in dit jaar zijn. Corona, verschrikkelijk. Nou, dat gaan we zo meteen in deze uitzending uitgebreid horen van iedereen die hier aanwezig is en die er mee te maken heeft. We hebben er allemaal mee te maken. Maar als we nou eens naar jou persoonlijk kijken, hoe heb jij deze afgelopen 9 maanden met jou en met je gezin beleefd? Ja, dit jaar begon natuurlijk heel feestelijk met de aftrap van 800 jaar stad. Hè, het openingsfeest in Kunstmin, wat de opmaat had moeten worden van een jubeljaar, zeg maar. Maar wat zich natuurlijk al heel snel in de loop van maart heel anders ging gedragen dat jaar door dat verrekte virus dat deze kant uitkwam. Dat is best ingrijpend geweest. In maart was ik eigenlijk net begonnen met de procedure voor mijn opvolging, omdat ik niet van plan was om deze hele periode vol te maken. Mijn intentie was om voor het reces, het zomerreces van dit jaar, het stokje over te dragen. Ja, ja. Maar ik vond dat eerlijk gezegd niet verantwoord. Om op het moment dat de stad ook getroffen werd door de effecten van deze coronacrisis. Waarbij ik natuurlijk met name de effecten zag op mijn portefeuille. Cultuur, toerisme, binnenstad, om er maar eens een paar te noemen. Om dan de boel over te dragen. En de verantwoordelijkheid aan iemand anders te geven onder hele moeilijke omstandigheden. Want het is echt waanzinnig moeilijk om in deze tijd iemand die helemaal nieuw komt in een organisatie om die in te gaan werken. Nee. Ja, en dan persoonlijk. Ik moet zeggen, ik ben heel blij dat wij toevallig vorig jaar verhuisd zijn van de rand van de binnenstad naar Dubbeldam. Waar we nu een huis hebben met een tuin van 40 meter diep. Nou, dit is wel een jaar geweest dat wij heel veel buiten hebben kunnen doorbrengen. Vooral omdat er ook heel veel gesloten bleef. En dat ook eigenlijk een van de weinige dingen was die nog wel echt leuk bleven. Waar je ook nog je kinderen kon ontvangen. Ook wat dat betreft, de geboorte van ons 5e kleinkind verliep ook wat anders dan wij hadden gehoopt. Omdat je daar de eerste dagen eigenlijk nauwelijks bij kon. Dat ging allemaal wat langer duren, allemaal op afstand. Dat was heel vervelend. Gelukkig verliep de bevalling verder goed. Daar gaat het uiteindelijk om. Maar ja, dan zie je ook in je familiekring van beide zussen overleden in dezelfde week hun schoonmoeder. Weliswaar op hoge leeftijd. En nog heel recent ook nog de schoonvader van mijn broer. Ja, allemaal momenten dat het heel moeilijk is om elkaar ook te troosten. Je kan niet naar elkaar toe. Er was ook nog 1 gezin bij waar corona heerste. Dus dan gaat het allemaal op afstand. Hè. Je probeert dat op een andere manier te compenseren. Om daar toch wat aandacht aan te geven. Maar normaal is het natuurlijk niet. Hè. Je bent als familie gewend om elkaar op te zoeken bij lief en leed. Ik had nog net mijn verjaardag gelukkig lekker kunnen vieren begin maart. Maar daarna was het ook wel een beetje afgelopen met het feest. Kon je mensen in kleine gezelschappen ontvangen. Iedereen werd ook wel een beetje huiverig, eerlijk gezegd. Daar kan ik me voorstellen, vooral dus in jouw familie ook. Ja, nou ja, zeker bij die tweede golf kwam het allemaal wel heel dichtbij hoor. Met neven die corona kregen en mijn schoonzusje, haar kinderen ook.
Dus je wordt automatisch ook allemaal voorzichtig. Mijn vrouw heeft ook een vrij kwetsbare gezondheid. Ik zelf heb natuurlijk ook vorig jaar een behoorlijke operatie gehad. Dus je zit ook een beetje in de risicogroep, dus je wordt automatisch wel wat voorzichtiger. Dat privé. We hebben gelukkig nog wel 2 weken vakantie kunnen vieren in Spanje. Dat kon toen nog net, voordat dat ook allemaal op oranje ging, geloof ik. Daar waren we ook wel even aan toe. Want ja, alles bij elkaar is het wel een heel hectisch jaar geweest. En ook voor mijn baan natuurlijk, hè. Heel veel op afstand, stadskantoor nagenoeg verlaten. Want naast de portefeuilles die je al noemde, ben ik ook verantwoordelijk voor personeel en organisatie. Overigens ook voor ruimtelijke ordening. En ik ben wel blij dat er, los van het feit dat wij alle evenementen, bijna alle evenementen voor 800 jaar stad, hebben moeten cancelen of moeten doorschuiven. En dat er gelukkig verder in de stad geen sprake is van een bouwcrisis. Want als dat er ook nog bovenop had gekomen, dan was het leed wel erg groot geworden voor de stad. Er zijn natuurlijk projecten die niet doorgegaan zijn. Er stonden 3 hotelontwikkelingen op stapel. Eén daarvan is definitief ingetrokken. Nou, die andere staat nog even on hold. Dus als er weer perspectief komt dat het leven weer een beetje normaal wordt, heb ik hoop dat dat weer wordt opgepakt. Verder zijn wij toch wel volop doorgegaan. Er is natuurlijk een heleboel extra werk neergekomen op het college, maar ook op de medewerkers van de gemeente. De een misschien wat meer dan de ander. Mensen waren ook gedwongen om thuis te gaan werken. En dat is ook echt lang niet zo makkelijk. Ik zie dat natuurlijk ook in de familiekring. Als je gewend bent om allebei een baan buitenshuis te hebben, je zit ineens allebei thuis. En in sommige periodes ook nog met de kinderen daarbij. Dan hebben mensen echt wel een hele zware periode achter de rug. En dan moet je natuurlijk als organisatie ook wel de nodige aandacht aan geven. De een vindt het prettig om wat meer thuis te werken, maar er zijn ook mensen die toch in een soort van eenzaamheid geraken. Ja. Is die afgelopen 9 maanden nog wat gebeurd? Want ik kan bijvoorbeeld bij mezelf voorstellen dat ik in eerste instantie dacht van nou, wel een bijzondere ervaring, maar die bijzonderheid is er nu zo langs wel een beetje af. Ik bedoel, word je moe hiervan? Word je moe? Bij mij treedt de vermoeidheid wel toe op sommige dagen waarin je alleen maar videoconferences hebt. Dan raak je toch vermoeider dan normaal gesproken. Hè? Dat je tussendoor eens even een break hebt of bij iemand binnenloopt of mensen gewoon in het gezicht kan kijken. We zijn er gelukkig wel in geslaagd om met het college de hele periode door fysiek bij elkaar te komen. Dat is allemaal net gelukt. Dat vond ik ook wel prettig. Dat vergadert toch altijd een stuk fijner, ook in verband met de interactie, dan wanneer je allemaal achter je schermpje zit. Dus ik vond het ook voor de continuïteit echt van belang. Het was niet zo dat ik helemaal nooit meer op het stadskantoor kwam. Zo enkele keren per week had ik dan toch nog wel gesprekken op het stadskantoor. Maar heel veel externe afspraken. Tripjes naar Den Haag, elders in het land, allemaal geschrapt, allemaal op afstand. Dus aan één kant heb je wel wat tijdwinst, omdat al dat heen en weer gereis verdwenen is. Maar aan de andere kant mis je natuurlijk ook een heleboel qua sfeer, interactie en dergelijke. Nou, vallen me 2 dingen op. Je had het net al over die bouwactiviteiten. Dat is wel gewoon doorgegaan. Als ik nu naar de Visbrug kijk bijvoorbeeld, of naar de Engelenburgerbrug, er wordt gewoon doorgewerkt, ook naar de Korte Kalkhaven bijvoorbeeld, die helemaal is vernieuwd. Ja. Dat kon gelukkig wel doorgaan. Nou ja, daar ligt ook eigenlijk wel de uitdaging, hè, om juist in een tijd van crisis een beetje anticyclisch te investeren. Ik zie het natuurlijk ook heel veel bij instellingen, of het Energiehuis, Kunstmin, het museum. Die hebben allemaal gebruik gemaakt van die stille tijd om onderhoudswerkzaamheden naar voren te halen. Dat proberen we als gemeente ook. Er waren natuurlijk projecten al gepland. Maar aan de andere kant, ook met de woningbouwambitie die we hebben, ben ik wel heel blij dat we daar toch behoorlijk de vaart in hebben kunnen krijgen. Dat er nu al meer woningen zijn gebouwd dan gepland. Dat hangt natuurlijk samen met de grote woningvraag die er nog steeds is. Maar ook met de hele lage rente. Waarbij het nog steeds heel aantrekkelijk is voor mensen om een woning te kopen. Dat komt ook ons goed uit. Ik hoop dat dat ook nog een tijdje blijft duren. Want we moeten wel richting de 4000 woningen de komende jaren.
Ja. In het tweede uur wil ik met name met jou praten over... Dordrecht kwam op de kaart te staan. Je zag ook steeds meer toeristen. Het is de vraag of die trend ook inderdaad zou hebben doorgezet, ook als er geen corona zou zijn geweest. Maar dat is koffiedik kijken. Ja. Ja, die ben je nu in één klap kwijt. Er is wel heel veel in geïnvesteerd. Zie je kansen? Denk daar ook, daar heb je al over nagedacht. Maar ook om volgend jaar dat weer vlot te trekken. Ja, ik heb er wel vertrouwen in de mensen die hiermee bezig waren. Want het valt natuurlijk wel op dat met name in die hele creatieve sector, in die hele cultuursector, er ook wel een heleboel creativiteit loskomt. Waarin mensen met beperkte mogelijkheden die er nu zijn, toch proberen om activiteiten door te laten gaan. Om hun publiek vast te houden. En ik weet zeker als dadelijk de crisis voorbij is. Kijk, mensen verlangen er heel erg naar om weer uit te gaan, om elkaar te ontmoeten. Naar een andere stad te gaan, een stedentripje te maken. Het zal best even gaan duren hoor, want mensen zijn natuurlijk nog wel een beetje huiverig en wachten even af wat straks ook die vaccins gaan doen. Maar ik heb al goede hoop, ook gezien de programmering die we voor volgend jaar krijgen. We krijgen straks weer Scrooge, een evenement waarin Dordt weer volop in de schijnwerpers wordt gezet. Ook om mensen weer nieuwsgierig te maken, te prikkelen, naar Dordrecht te komen. We blijven tenslotte de oudste stad van Holland. En volgend jaar met veel evenementen en festiviteiten. Het eerste kwartaal nog niet zo, denk ik. Maar ik hoop toch echt dat we vanaf ergens in het voorjaar weer kunnen beginnen. Met wat grotere evenementen. Die ongetwijfeld die mensen weer naar de stad brengen. 1 jaar ouder dan ondertussen en 1 jaar wijzer wellicht ook. Ja. Het is heel zeldzaam, Piet, tegenwoordig om nog ergens live muziek te kunnen horen. Maar wij zijn de gelukkigen, want wie is er bij ons? Rob Hendriksen. Een Dordtenaar toch? Ja. En hij heeft meegenomen Cor Vens, die slaat op bekkens. En zij gaan in ieder geval de zaak opvrolijken, hoop ik. Mogen ook sombere liedjes zijn, dan gaan we met z'n allen huilen. Kun jij ons zo meteen een hart onder de riem steken, maar vertel ook eens even heel kort van hoe heb jij die afgelopen maanden als muzikant eigenlijk beleefd? Ja, saai. Dus, alle optredens weg. Dus ja, dan praat je in mijn geval over op dit moment 110 die ik kwijt ben. En waaronder een paar buitenlandse toertjes. Maar goed, misschien dat het volgend jaar weer komt. Het heeft alleen wel heel veel tijd gegeven om nieuwe muziek uit te werken. Ondertussen ook gelijk een nieuw album uitgebracht. Die in de coronaperiode opgenomen is. Dus dat gaf dan weer wat ruimte. Maar ja, het gaat toch altijd om live muziek. En dat is toch wat je drijft in principe. En dat is weg. Dus je ben je sociale contacten ben je kwijt. Je uitje ben je kwijt. Je babbeltje, je inspiratie. De enige inspiratie die je nu hebt is alle negatieve beeldvorming die je via televisie en media krijgt natuurlijk. Ga je daar nu verandering in brengen of niet? Nou, deels wel, deels niet. Ik heb mijn eigen visie en ik heb precies veel. Weet je, iedereen doet zijn ding, maar ik kies mijn eigen plan. Uiteindelijk is dat toch waar iedereen voor staat. Je moet toch zelf je keuzes maken en het zelf maken zo goed als dat je kan. Want je hebt natuurlijk ook nog een gezin en die moeten ook door. Dus muziek is dan voor mij de uitlaatklep. Laat horen. Dit is een nummer dat heb ik vorig jaar geschreven al. Dus in de stijl van Mr. Johnny Cash. I live near the railroad. I live near the track. Saw the stream passing by and he always came back. Loved my mother dearly, father gave me hell. Last time he took up his belt, he started to run like hell. And the train keep on rolling. And the train keep on rolling. I had no choice but running, leave my mother dear. Otherwise I won't end up dead or live my life in fear. That was an evil man and the devil knew him well. Hope the devil gets him soon and takes him back to hell. And the train keeps on rolling. And the train keeps on rolling. Now the train has stopped, it's time for looking back. Who will come from that evil man or hidden to the deck? Now it's time to stand up straight, no need for me to run.
better man than he ever was, and it's time to get things done. And the train kept rolling, and the train stopped rolling, and the train stopped rolling. Rob Hendricks en Cor Fans, geweldig, ik kan niet wachten. Dankjewel. Zullen we er nog gelijk? Nee, we gaan Ferry de Klerk, uitbater, eigenaar van café-restaurant Merts. Er is geen oudere jongere en ook geen jongere te vinden die niet weet waar je zit. Aan de Korte Kalkhaven, eigenlijk elk weekend een feest, overvolle zalen, geweldig. Maar nu even helemaal niet. Nu even niet, nee. Wat doet dat jou persoonlijk eigenlijk? Ja, kijk, ik ben best wel een jongen met best wel energie en ik kan het niet kwijt. Waar je normaal gesproken als horecaman denkt dat je geeft en terugkrijgt. En eigenlijk die transfer is helemaal weg. En dat doet wel wat met je. En ja. Eigenlijk, je energiebalans is anders dan normaal gesproken. En wat je ook merkt, is als een organisatie als Mets is altijd een beweging, je personeel. En om dat in beweging te houden met de gezamenlijkheid, dat is toch best lastig. Ja, en heb je er ook in persoonlijke leven, in familie, of ben je geconfronteerd met corona? Ja, mijn moeder is overleden dit jaar. Niet aan corona, maar wel in een besloten begrafenis. Dus dat heb je wel wat van meegekregen. Ik ben vader geworden voor de tweede keer. Dus ook de angst van corona is dan wat groter als je vrouw zwanger is. Hormonen en zwangerschap maakt het nog angstiger. Ja. Ik ben zelf ook diabetes, dus ik ben ook het wordt gevaarlijker voor mijn gezondheid. Dus aldoende ben je wat bewuster van het feit dat de corona toch wel echt wel leeft. Ja, en ik kan me voorstellen, je wordt als horecaman ontzettend getroffen, zoals alle horecaondernemers. Maar begrijp je juist ook vanwege je persoonlijke omstandigheden waarom de maatregelen zijn zoals ze zijn? Ja, het is gewoon wat het is. Je moet daar niet zo heel erg over nadenken, denk ik. Je moet gewoon accepteren dat de maatregelen getroffen moeten worden. We kunnen allemaal discussies gaan geven, winkel wel, horeca niet, maar ik denk dat we allemaal wel weten dat horeca toch wel de kans heeft van overdracht, omdat toch snel bij een biertje toch wat dichter bij elkaar komen. Ja, dus, nou ja goed, het is nu afwachten. Ik kan me voorstellen dat het in de loop, want in de zomer ging het op een gegeven moment toch wel, hadden jullie op een of andere manier je draai wel weer gevonden. Ja, het was wel, zijn wel opmerkelijke bergen en dalen zijn het wel geweest. Ja. Je had het gevoel van het komt weer en dan wordt het toch weer stopgezet. Ja. Ja. En hoe moeilijk is het dat je nu eigenlijk niet weet hoe lang de tunnel is? Ja, dat is wel echt hoe lang de tunnel is. Ja, dat is echt het moeilijke, maar het is de steun is redelijk, vind ik, van de overheid. Mits je gewoon een witte organisatie hebt waar je belasting hebt afgedragen, dan krijg je ook wat terug. Merk je nu wel hoe goed het neelt in elkaar zit. Alleen het duurt wel heel lang nu. Ja. We gaan straks wat dieper in op wat je nog wel kunt. Ik herinner me, dat was nog in 2019, ook met name het enthousiasme, niet alleen als uitbater van een café-restaurant, maar je deed veel meer dingen bij. Feesten organiseren, buitenactiviteiten, je had die bovenzaal waar je ook dingen organiseerde. Ja, die zijn natuurlijk ook allemaal weggevallen. Kun je zo'n draad oppakken? Ja, ik denk het wel. Eigenlijk dat het eigenlijk, als je weer mag, dat het zo weer aanstaat. De contacten zijn er. En ik denk dat Mets wel kenmerkt is het echt een gestijgde lijnen is, waarbij je gewoon altijd dezelfde bandjes, dezelfde contactpersonen. Ja, we zijn een netwerk in Dordrecht geworden. Waarbij iedereen mij mee te vinden en vice versa, dat komt uiteindelijk wel goed. Daar ben ik niet zo bang voor. Ja. De allerdrukste dag trouwens bij Merts, wanneer is dat ook alweer altijd? Koningsdag. Big Rivers. Jammer, hè? Ja. En Lieselotte Gatsen zit hier ook. En iedereen in de regio verheugt zich op dat ene moment. 2019 was ook weer één groot succes. Dan ben je vanaf dat moment, kan ik me voorstellen, alweer met de voorbereidingen bezig voor het jaar erop. Ja, eigenlijk al voor de editie 2019 ben je al bezig met de plannen voor het jaar daarna. Dus in maart waren wij al een heel eind op weg, ja. Ja, we hebben natuurlijk nog lang geprobeerd andere dingen te verzinnen, andere scenario's te verzinnen. Van kunnen we dan toch niet zo, of kunnen we het niet in de winter,
kleiner of anders. Ja. Of we hebben, geloof ik, 8-9 scenario's uiteindelijk uitgewerkt. En ja, uiteindelijk moet je dan besluiten dat het gewoon, ja, het gaat gewoon niet gebeuren. Ja, maar Piet, het vreemde was dat dat heel lang nog getwijfeld werd of bepaalde evenementen door konden gaan. Dat gold ook voor Dordt in Stoom bijvoorbeeld. Men had allemaal de illusie nog dat het misschien voor de zomer allemaal wel zou lukken. Of dat is niet gebeurd. Ja, die illusie had ik eerlijk gezegd zelf in februari, maart ook nog, hoor. Ja. Dat ik dacht van, nou, zo tegen de zomer aan, dan zal de wereld er wel weer een beetje normaler uitzien. Dan zal er, ja, weer wat meer kunnen. Ja, we hadden geen idee, denk ik, wat het effect was van dit virus. Dat veel langer aanhoudt voordat er een oplossing is bereikt. Ja. Ja, we hebben het inderdaad, we hebben ermee te dealen, zoals Ferry zegt. Het is zoals het is. Je probeert te roeien met de riemen die er zijn. En je probeert ook nog wat activiteiten te organiseren in de stad, voor zover dat verantwoord is. Ja, maar Lieselotte, ik kan me voorstellen dat met name die maanden heel verwarrend waren. Je moet het wel organiseren en in de achterhoofd heb je steeds van, ja, ja, doen het allemaal voor niks. Ja, en toch, je stelt er lang uit in je hoofd. Die besluitvorming, zeg maar, schuif je voor je uit. Je zag veel evenementen. Ik werk onder andere met ons eigen evenementenbureau ook voor de Rotterdam Marathon. Dat was eigenlijk bij ons het eerste evenement wat eruit ging op 13 maart. Kreeg ik daar een telefoontje, was eigenlijk het eerste moment dat besef kwam van, jeetje, dit is wel serieus. En die verschoven naar oktober. En toen dachten we nog van, nou ja, het kwam gaandeweg begrepen. Nou, zullen we dan naar september gaan? Zullen we dan... Ja, dat dat moment echt kwam, maar dat is ook in je privéleven, denk ik. Weet ik, de eerste week heb ik in een huisbroek rondgelopen thuis, dat ik dacht van, nou, ja. Nog de gedachte van, nou, met een paar weken zijn we klaar of zo. Dus misschien een beetje naïef gedacht, maar... En dan langzaam dringt ook de consequentie zakelijk door. En voor een evenement als Big Rivers, wat dat voor consequentie heeft. En dat het kleiner niet te doen is, of niet meer te doen was. En een evenement als Big Rivers heeft... Alleen al de naam Big Rivers heeft zo'n aantrekkingskracht op mensen, dat is gewoon niet te doen. Op een gegeven moment moet je dan besluiten van, ja, dit was het, ja, voor dit jaar. En we zijn heel snel, al in augustus hebben we al van, nou, wat kan er dan wel? En zijn we daar alweer mee aan de slag gegaan. Ja. Want ja, je wilt gewoon voor je stad dat feestje bouwen. Hoe dan ook, groot, klein, hoe het er dan ook uit kan gaan doen. Ja. Maar, en dan heb je ook nog de mens, Lieselotte. Ja, die heb je ook nog, hè? Met familie, met... vrienden die deze tijd door moeten. Hoe is dat bij jou gegaan? Ja, gelukkig in mijn directe omgeving geen mensen die met corona wel corona gehad hebben, maar niet ernstig ziek zijn geweest. En in mijn gezin gelukkig ook nog niet. Maar ja, je ziet wel het leed om je heen en het gemis, vooral het sociale contact. Ik ben echt wel iemand van de kroeg. En op vrijdagmiddag even bij Visser een biertje en allerhande vage bekenden of zo. Dat mis ik vooral heel erg. Even... Kijk, je vrienden en je familie, die contact je toch wel, maar de laag daaromheen, ja, dat valt gewoon weg. En dat is echt wel, ja, dat vind ik echt wel steeds zwaarder worden, zoals iedereen dat heeft natuurlijk. Maar ja, het is wel, ja, het is wat het is. Ik ben het heel erg met Ferry eens van, ja, we moeten er toch mee dealen. En die tunnel, ja, wie weet waar die ophoudt, maar die vaccinaties, daar hopen we als evenementenbranche in ieder geval wel op. En, maar ja. Ja. En ja, dan Bibelo. Moeilijke tijden gehad, ook al voor corona. Moest echt, eigenlijk sinds het moment dat jullie in het energiehuis terechtkwamen, zelf opnieuw proberen uit te vinden. Werd ook heel kritisch door de politiek naar jullie gekeken, maar er is alle zeilen bijgezet om toch een formule te vinden. Dat leek te lukken. Ja. En ja, dan ging je het mooie jaar 2020 natuurlijk mee in. Ja, je hebt helemaal gelijk. De eerste jaren in het energiehuis, daar is veel gebeurd. Veel energie weggelekt naar dingen waar je eigenlijk niet zoveel energie in wil steken. Maar dat was nodig om het goed op de rit te krijgen. En nou, het afgelopen jaar, of eigenlijk voordat corona startte, konden wij werken aan een nieuw meerjarenbeleidsplan. En dat ging eindelijk niet over de vraag hoe houden we financieel het hoofd boven water. Maar echt over de vraag, hoe kunnen we meerwaarde bieden voor de stad? Hè? Dus nou, daar waren we ontzettend enthousiast over. En op de dag af dat het drukwerk op mijn bureau werd geleverd, kwam ook het bericht dat we dicht moesten. Dus dat was echt ontzettend zuur. Ja, en in het begin denk je dan nog, nou, dat duurt kort, hè, en we slaan ons er even doorheen, even doorbijten met z'n allen.
Ik vond eigenlijk de eerste weken het collectiviteitsgevoel wel mooi. Het leek wel alsof we Europees kampioen voetbal waren geworden. Hè. Er was een soort gevoel van we doen dit even met z'n allen en dan komt het wel weer goed. Maar als dan het besef inderdaad dat het wat langer gaat duren, ja, dan ga je zorgen maken over het voortbestaan van de organisatie. Hè. De reserves staan niet toe dat je lange tijd zonder inkomsten blijft. Dus ja, ik moet zeggen, heel fijn en prettig dat de overheid erg slagvaardig is geweest. En dat er eigenlijk heel snel steun kwam. Anders hadden we het niet gered. Dus in het begin van de crisis waren we heel erg met de korte termijn bezig. En dat is nu gelukkig anders. Het ziet eruit dat we het wel gaan redden. En dat is mooi. Ja, maar ik kan me voorstellen, jij moet zo'n club managen. Dat doet persoonlijk toch ook wat met je? Ik bedoel, ja, het is vreselijk. Kijk, in onze sector werken ontzettend veel ZZP'ers. Die zijn zwaar getroffen. Werken heel veel flexkrachten. Dat geldt ongetwijfeld voor de horeca ook. Hè. Oproepkrachten, nulurencontracten. Ja, die mensen zitten meteen zonder werk. Natuurlijk maakt iedereen zich druk om zijn persoonlijke toekomst. Maar de mensen die direct getroffen zijn, die zitten heel dichtbij. Als Bibelo volop in bedrijf is, dan is de organisatie 23 voltijd banen groot. En ik heb er nu nog 6 die thuis achter de computer zitten te werken. En de rest zit zonder. Dus dat is pittig en daar zit ook veel persoonlijk leed tussen. Ja. Ja. Ja, het werd helemaal zichtbaar wat er met Bibelo aan de hand was toen je zag dat die reclamezuilen die altijd helemaal volgeplakt waren met posters, prachtige posters van Bibelo, die reclamezuilen zijn nu allemaal leeg. Ja, ja. Merk je dat zelf ook als je daar langs fietst of loopt? Dat gaat niet alleen over Bibelo, maar je mist natuurlijk ontzettend de levendigheid in de stad. En iedereen mist dat en ik ook. Het is, ik moet eerlijk zeggen dat voor mij persoonlijk vond ik de maanden september, oktober het meest lastig. Omdat ik toen het idee had van verdorie, dit gaat echt veel langer duren dan we met z'n allen dachten. Het winter komt eraan, hè. Dat is sowieso niet het seizoen waarin ik op mijn best ben. Dus ik dacht, verdorie joh, dat wordt wel echt een vervelende aantal maanden waar ik niet zoveel zin in heb. En gelukkig is er inmiddels wel wat licht aan het einde van de tunnel. Hè. Het is duidelijk dat de vaccins aankomen en dat er een moment komt waarop dit achter de rug is. Ja. We weten nog niet of dat mei wordt of september. Maar over ongeveer een half jaar dan zijn we hier klaar mee. En dat vind ik toch wel een prettige gedachte. Nou, daar gaan we op de voorbord duren. Maar daar gaat Rob ons eerst weer even wat laten horen. En maak ons blij. Ja, het nummer heet wel heel toepasselijk, Light in the Dark. Dat is een nummer van Julian Sass. Say you're thinking of leaving, but you don't know where to go. Say you're thinking of leaving, but you don't know where to go. If you don't know where you're going, take a chance and walk the road. And the blues has got me crying. Broken man and a broken heart. And I know there's a light, light in the dark. Say living ain't easy. You say living is hard. Say living ain't easy. You say living is hard. You try to keep it together. You try to make a brand new start. And the music's got me crying. Broken man and a broken heart. And I know there's a light, light in the dark.
like playing with a mock deck. But you got a wrong card, like playing with a mock deck. But you got a wrong card. Gotta create new chances, try to make a brand new start. And the music's got me crying, broken man and a broken heart. I know there's a light wide in the dark, wide in the dark, wide in the dark, wide in the dark. Het werd 1 januari dit jaar, Piet. En toen was Dordrecht jarig, 800 jaar. Veel gestoken, veel energie gestoken door heel veel Dordtenaren om daar een feest van te maken. Een van de mijlpalen. Ja. Wat voor dingen hebben we eigenlijk gemist dit jaar? Tjeetje. Nou, heel veel, denk ik. Er waren natuurlijk heel veel activiteiten in de wijken gepland. Er waren natuurlijk grote evenementen, waarvan een van de toppers de Kuip tentoonstelling. Die zou september, oktober geopend worden. Is nu ook uitgesteld. Dus ja, alles bij elkaar denk ik dat wij toch wel een heel feestelijk jaar de mist in hebben zien gaan. Het is wat je net al zei, met name de hele cultuurwereld. We hebben wat dat betreft in Dordt heel veel geïnvesteerd in de culturele voorzieningen. Maar we hebben natuurlijk in de exploitatie ook wel een paar dingen echt moeten repareren. Nou ja, ik had ook wel echt het gevoel begin dit jaar van, nou, we hebben de boel goed op de rails. De organisaties staan er goed voor. De bezoekersaantallen namen ook toe. Hè. De programmering die werd verstevigd. Ja, dit is natuurlijk voor iedereen een enorme klap. Dus we hebben ook meteen gezegd van, ja, wij laten onze culturele voorzieningen niet uit de handen vallen. Er is veel te veel geïnvesteerd. Het heeft de stad ook zoveel goeds gebracht. We moeten echt alles op alles zetten om onze culturele infrastructuur ook te behouden. Er is veel lobbywerk verricht. Richting provincie, richting Rijk, richting instellingen. Maar er is natuurlijk ook vanuit de gemeente gekeken. Ook vanuit het college, collega Burggraaf. Van hoe kunnen wij niet alleen de bedrijven, de horeca, maar ook onze culturele voorzieningen op zo'n manier tegemoetkomen, dat we ook zeker weten dat ze in ieder geval dit jaar gaan overleven. Nou, dat gaat lukken. Er zijn ook vanuit het Rijk zoveel regelingen getroffen, dat dit jaar in ieder geval te overbruggen valt. Kijk, doordat er bijna geen activiteiten zijn uitgevoerd, zijn er ook heel veel kosten bespaard. Dat geldt ook voor de organisatie van evenementen. Dus voor een deel kunnen we die middelen ook volgend jaar gaan inzetten, op het moment dat het weer kan, om daar met volle kracht in te gaan. Het komend jaar, dat wordt nog wel een spannende, denk ik, voor veel instellingen, maar ook voor bedrijven. Ik vond deze tijd hebben veel bedrijven ook nog wel kunnen overbruggen. Maar ik heb nog steeds het gevoel ergens, ja, dat er nog wel een klap aan zit te komen ergens in het voorjaar. Ja, en ik heb ook het idee, misschien zijn instellingen wel, maar David zegt het net ook, onder die instellingen of daaromheen hangen al die ZZP'ers, die ja. Nou ja, daar heb ik het natuurlijk ook met David over gehad. Kijk, een geluk bij een ongeluk is dat Bibelo een hele flexibele organisatie had, met een kleine vaste kern van personeel, met een heleboel flex ZZP'ers daaromheen. Ja, voor die mensen is het buitengewoon treurig dat ze in ieder geval deze tijd zonder werk zijn komen te zitten. Ik begrijp van David dat die contacten wel echt worden onderhouden. Hè, om straks ook weer met elkaar door te gaan. Maar het betekent wel dat je dan als organisatie ook kunt overleven door zo'n flexibele bedrijfsvoering. Dat geldt eigenlijk ook voor Kunstmin. Waar het natuurlijk ook voor een deel afscheid, in ieder geval tijdelijk afscheid, moest worden genomen van ZZP'ers. Waar dan wel weer andere regelingen voor waren. Maar ja, god, die mensen die hebben hun leven gewoon in die culturele sector gestopt. Dus ja, daar wil je dan ook graag mee door. Ik weet ook vanuit het restaurant van Ferry.
medewerkers die nu bij die coronatesten tijdelijk emploi hebben gevonden. Ja, dat is niet iets waar je normaal gesproken bewust voor kiest. Maar Ferry, nou je daarover hebt, dat bericht heb ik ook gekregen. Dat is op een heel sympathiek initiatief om dat te doen. Maar wat is nou gewoon zakelijk overleven. Nou, zo zie je, dat kan samengaan. Echt. Is dat zo? Ja. Ja. Nee, dat kan. Jouw bedrijf geeft ook de uitschrijving dat dat altijd al zo kon. Want die dingen gaan natuurlijk samen. Maar krijg je ze op een gegeven moment terug? Krijg je werknemers moeten misschien toch op een gegeven moment ook eieren voor hun geld gaan kiezen? En dan niet alleen specifiek bij jou, maar in de horecasector. Hoe zit dat? Ja, ik denk dat wel heel veel mensen aan het nadenken zijn. Die onzekerheid van werken in de horeca, werken in de culturele sector. Die onzekerheid hebben wel een klap gegeven. Dat mensen wel andere keuzes gaan maken daarin. Ik denk dat je best wel wat mensen kwijtraakt die normaal altijd voor je klaarstaan. En het barman en identiteit daar aan vasthangen. Die nu op zoek zijn gegaan naar andere identiteiten die nu opeens wel bij hun passen. En blijken een andere keuze daarin te maken. Wat ik ook begrijpelijk vind. Maar je staat wel stil. Je staat echt stil. Ja. En bijvoorbeeld voor bandjes die jullie zouden hebben gecontracteerd voor Big Rivers. Ja. Heb je daar contact mee? Zijn er bijvoorbeeld al afspraken gemaakt van, joh, we zetten die er volgend jaar gewoon op? Of? Nou, echt harde afspraken niet, maar wel van als we er volgend jaar zijn, dan sta je op het tijdslot waar je dit jaar zou staan. Die afspraak hebben we destijds wel, of van de zomer wel gemaakt. En het merendeel, althans een heel groot deel van onze bandjes zijn natuurlijk amateurs. Daar komt de klap dan iets minder hard voor aan. Maar de professionals die er natuurlijk ook bij zitten, ja, die mensen zagen ook in één klap hun agenda, wat Rob ook vertelt, hun agenda leeggeveegd worden. En dan kan je naar de sociale dienst. En dat is best wel een heftig proces natuurlijk. Maar ook in onze branche heb je natuurlijk heel veel ZZP'ers of hele kleine bedrijfjes met 2-3 man. Die licht bedrijven. Het is niet alleen zo'n evenement, maar daaromheen hangt natuurlijk alle leveranciers die je hebt, podia, licht, geluid, ja. Veiligheid. Heb je er een zicht op die mensen nog? Ja, die contacten die houden wij warm. Ja, we spreken elkaar regelmatig, ook met de horeca en met al onze relaties wel. Dat is ook wel belangrijk en een beetje je zorgen delen is fijn. Maar het levert ook goede dingen op, hoor. Het lijkt nou net of het alleen maar negatief is. Maar ik heb ook wel het gevoel dat er goede dingen uit voortkomen. We zijn intensiever met Bibeloga samenwerken. Waar we ook vanaf januari elke donderdagavond concerten gaan doen vanuit de Sena gezien. Sena is een fonds waaruit muzikanten in ieder geval een soort inkomensniveau hebben of zo. Ik weet niet precies of ik het goed uitleg, denk het niet. Maar, en die Sena wil toch graag dat die artiesten betaald gaan krijgen. Ja. Alleen ons evenement is er niet geweest en als je 150 bands hebt, ja, wie vallen dan? Ja, er is een groepje die daaronder valt onder die regeling. En die gaan mee nu naar Bibelo. Vanaf januari gaan we elke donderdag, durf ik niet, ik heb de data niet helemaal in mijn hoofd. Maar, en dan maar voor kleine groepjes mensen, maar in ieder geval twee optredens op een avond. En dat is dan wel weer, denk van, nou ja, er zijn toch weer positieve dingen die ontstaan. En, dus het is niet alleen maar negatief. Toch, David, dit is eigenlijk een vraag aan jullie beiden, maar er staan natuurlijk ook gewoon een nieuwe generatie te trappelen. Dus is het nou niet zo dat je eigenlijk de zaak voor je uitschuift? En dat daardoor de nieuwelingen, de jongeren, in feite gewoon een jaar moeten wachten. Want er is gewoon een jaar weggevallen. Ja. Qua personeel bedoel je? Of muziek? Nou nee, ook qua opkomende bandjes. Wie krijgt de beurt om weer op het podium te mogen staan? Dat is natuurlijk wel een ding. Als jij net uit was met een nieuwe single of met een nieuwe LP of iets dergelijks. Of jong talent. Dan kom ik weer aan met mijn Dr. Justice. Maar dat is zo'n band die voor mijn gevoel heel erg tegen een stap verder komen aanzaten. En dat ligt allemaal stil. En dat is best wel. En dan kan het te laat zijn. Ik zeg niet dat het voor hun zo is. Maar dan ben je inmiddels ook wel een jaar verder voordat. Ja. En hoe wordt het dan opgepakt weer door iedereen? Dat is wel, dat is sowieso wel. Ik heb een paar weken geleden met Bart Koens gesproken, die met name voor de lokale bands probeert de programmering te verzorgen en ook vanuit de popcentrale werkt. Als je nu kijkt naar de gerenommeerde bands die op het main stage spelen bij Bibelo, is het dan gewoon
de programmering van dit jaar kopiëren naar volgend jaar? Of? Ja, eigenlijk zijn alle grote artiesten in onze grote zaal verplaatst. De meeste meerdere keren ook inmiddels. Dus die zullen inderdaad weer gaan spelen als het voor 800 mensen kan. Ja, muzikanten zijn net mensen. Er zullen bands en muzikanten zijn die sterker uitkomen. En er zullen er ook zijn die er niet zoveel zin meer in hebben. Ja, ik zie het op zich wel positief tegemoet hoor. Ik denk niet dat we de sector weer direct net zo levendig hebben als in 2019. Maar in heel korte tijd zal dat wel weer zo zijn. En wat het mooie is dat er nu ook nieuwe dingen ontstaan. Daar is nu ruimte voor. Zowel aan onze kant, aan de podiumkant. We zijn nieuwe concepten aan het ontwikkelen. We kunnen nu dingen die we een jaar geleden nog niet konden. Maar ook muzikanten. Je ziet dat wij nu we maar 30 mensen binnen kunnen hebben, kunnen we natuurlijk niet zoveel geld uitgeven aan een artiest. Dus we zijn eigenlijk veel meer aan het zoeken naar talent. Daar ontstaat nu veel meer ruimte voor dan dat we dat voorheen konden doen. Dus wat wij nu op het podium hebben staan, ja, daar zitten echt pareltjes tussen. Ik ben echt ontzettend blij met de livestreams die wij nu doen. Ja, daar zitten artiesten tussen die het echt ver gaan schoppen. En natuurlijk maakten dat soort artiesten wel vaker onderdeel uit van ons programma. Maar nu kunnen we daar nog meer de focus op leggen. En dat is wel heel leuk om dat een poosje te kunnen doen. Ja. En Ferry, dat kwam eigenlijk ook al te sprake. Die hele periode dat jullie dicht waren, werden klanten niet lastig gevallen doordat hij werkt daar bij de Korte Kalkhaven? Ja, dat is een... Was dat niet een geluk bij een ongeluk, dat precies op dat moment gebeurde? Achteraf wel, maar de eerste weken toen we open waren, was ook wel het meeste lawaai aan de kade. Maar ja, uiteindelijk gezien is het samenlopen is positief. Want de overlast is minder laag geweest, minder groot geweest daardoor. Ja, want Piet, even een laatste, voordat we even naar Rob gaan luisteren. Encore. Ja, die stad, die heeft gewoon zich toch, die rode loper is wat verder uitgerold zonder dat we misschien in de gaten hebben. Maar ondertussen, dat zou betekenen dat als we weer allemaal los mogen, dat die stad wel weer even fris is. Fysiek. Ja, dat verwacht ik zeker. We hebben natuurlijk hier en daar ook wel, als je het zo mag noemen, profijt gehad van het feit dat het op de weg ook wat stiller werd. We hadden voor de vernieuwing onderhoud van de Wantijbrug bijvoorbeeld en de N3... gigantische opstoppingen en files verwacht in en om Dordt. Ja, dat is natuurlijk reuze meegevallen. Omdat in deze hele periode mensen veel meer thuis zijn blijven werken. Dus dat was een geluk bij een ongeluk. Ja, en verder denk ik dat we inderdaad in de binnenstad een aantal projecten hebben kunnen afronden. Aan de Vest bijvoorbeeld, de Visbrug. De andere bruggen die nu worden aangepakt en straks klaar zijn. Ja, het was natuurlijk altijd de bedoeling om in 2020 de stad ook eigenlijk helemaal op zijn top te hebben. Hè, om die mensen te kunnen ontvangen. Nou ja, we hebben nu zeg maar even wat meer tijd gehad om dat ook daadwerkelijk te doen. Je ziet ook in deze periode, we hebben echt gekeken en ook de organisaties uitgedaagd van... Ja, kom toch met voorstellen om kleine activiteiten te kunnen organiseren. We zijn ook aan de slag gegaan om de stad in deze decembermaand wat extra glans te geven. Als je kijkt naar de lichtprojecten nu in de binnenstad, ik weet niet of je het rondje al gedaan hebt, maar echt waanzinnig mooi. We hebben meer kerstbomen laten plaatsen. Je ziet ook dat mensen hebben echt meer behoefte aan licht. Want waar je ook komt in de stad, je ziet overal, de kerst, ik heb ook nog nooit zo vroeg een kerstboom geloof ik gekocht als dit jaar. Omdat je ook bij jezelf gewoon voelt dat je daar behoefte aan hebt. Ja. Dus de stad die staat steeds volop in het licht. Wat we niet mogen doen is mensen massaal oproepen om naar de binnenstad te gaan. Maar ik weet bijna wel zeker dat Dordrecht in de maand december een van de meest gefotografeerde steden van Nederland gaat worden. Ik ga er speciaal een fotobestel voor kopen, Piet. En ga naar Stadhuis. Oh ja, ik heb al die dia's geloof ik al gezien, weet niet zeker. Maar we komen er zo meteen even op terug. Okay. Wat kunnen we nog de laatste weken van dit jaar doen? Om het jaar in ieder geval zo positief mogelijk af te sluiten. Maar dat doen we niet voordat Rob en Cor weer een nummertje hebben gespeeld om ons vrolijk te maken. Het nummer van de nieuwe cd. Daar ben ik moe van.
Sometimes you tell if the sun is shining. Sometimes can tell if it's day or night. Too much anger can make the world stop spinning. Too much hate can make you see the light. Move on, spread love and make things right. Move on, everything's alright. Sometimes you deal with all the anger. Sometimes it really makes me sad. How much more killing in the name of God? How can anybody justify that? Move on, spread love and make things right. Move on, everything's alright. Why do many people look the other way? Why do you ignore all the facts? You have to take a stand in life. Only takes one first step. Move on, spread love and make things right. Move on, everything's alright. Move on, everything's alright. Oftewel, ga door. Het komt allemaal goed. Heeft dit jaar desalniettemin toch wat bijzonders of goeds gebracht, Ferry? Ja, inzichten, nieuwe zoontje. Inspiratie. Ja, mijn zoontje. Ja, ik vind het heel moeilijk. Wat je net over hadden is verbinding. Je hebt meer tijd om verbinding te maken. Alleen, ja, op het moment dat je geen doel meer hebt, dan is het wel heel moeilijk om die energie vast te houden om te verbinden. En dat merk je zelf wel, dat merk je met personeel. Ik vind het wel lastig dat je dat toch wel losvalt eigenlijk. Ja. Als je op straat loopt, word je als aangesproken van hoe gaat het met je? En we denken veel aan je, ja, dat is leuk. Ja. Maar ja, het wordt wel heel erg karig alles. Ja, nee, dat begrijp ik. Nou ja, sommige horecaondernemingen zijn in één keer met catering begonnen of met thuis bezorgd. Doen wij ook wel, maar ja. Uiteindelijk gezien is het allemaal maar druppels op een gloeiende plaat. Het kost je heel veel energie met een heel klein stukje resultaat. Ja. Het levert ook niet een nieuw inzicht op in je keuken of nee. Nee, niet. Nee, maar ik kan me voorstellen hoor, want iedereen die Merts kent weet ook, dat is gewoon dat hol waar je nog steeds lekker daarboven kon roken met z'n allen op elkaar gepropt. Lekker van die hossende muziek, geweldig, al die lokale bandjes die er kwamen spelen. Ja, dat is toch een heel ander verhaal als zeg maar een restaurant of een... Het is bij ons wel echt energie die we overbrengen en daar krijgen we iets voor terug. En dat is bij ons als een product. Bij ons producten zijn wij, niet het drankje en het hapje. Het hapje natuurlijk uiteindelijk wel, doen we ook wel weer bezorgen, maar het is niet... Ja. Nee, toch, misschien heb je de afgelopen maanden wel nagedacht over hoe nu verder of wanneer mag ik starten. Daar wil ik na het nieuws even met je over hebben. En dat wil ik ook eigenlijk van jullie allemaal weten. Maar heb jij bijvoorbeeld, Lieselotte, iets meegemaakt dit jaar, even met betrekking tot... tot Big Rivers, waarvan ik denk van, hey, ik heb wat van deze crisis geleerd. Nou ja, dat je na die periode van lam geslagen zijn, dat er toch een enorme creativiteit in mensen zit. En die dan, en dat weet je eigenlijk wel, alleen Big Rivers, ja, het is niet dat je elk jaar hetzelfde doet, maar het evenement is in de binnenstad op pleintjes. En dit dwingt je wel om eens anders te gaan denken. En om ook eens te kijken van, ja, is die structuur dan handig? En
Ja, het brengt ook wel veel creativiteit op dit moment dan tenminste. Dat heeft wel even geduurd, maar dat heeft het wel opgeleverd, moet ik zeggen. Ja. En een beetje voor jezelf, een beetje zo'n besef waar het nou eigenlijk allemaal echt om gaat in het leven. Want je bent geneigd met z'n allemaal door te rennen. En dan denk ik van ja, we zijn allemaal aan de handrem tot stilstand gekomen. En ineens kom je tot besef van waar gaat het nou echt om in het leven. En dat klinkt misschien een beetje soft, maar dat heb ik wel heel erg gehad. Nou, maar goed, je hebt bijvoorbeeld de samenwerking met Bibelo. Nou, bijvoorbeeld, heb je dan eens tijd voor om het daar eens over te hebben, weet je wel. En eens kijken van, dan kan je eigenlijk nog veel meer dingen voor elkaar. En zo zijn er wel meer samenwerkingsverbandjes die ontstaan. En dat versterkt denk ik naar de toekomst toe zeker weer. Dus dat is goed. Ja. En David, ik las in een lokaal krantje Wanderlust. Oh ja, dat is heel leuk dat je dat noemt. Experience Festival. Nee, Expeditiefestival. Ik moet het even goed lezen. Ja, het is een ontzettend mooi concept. Kijk, dat 12 december. Het Energiehuis is natuurlijk een gebouw dat zich bij uitstek leent voor festivalconcepten en voor wanderlust, voor op expeditie gaan. Maar om zo'n concept van de grond te krijgen als je elke vrijdag en zaterdag 2000 mensen in het gebouw hebt, dat valt nog niet mee. Dus nu hebben we daar gelegenheid voor. Het is een programmering die nu maandelijks terugkomt. Dat doen we samen met Kunstmin. En het idee is dat je door het gebouw zwerft, op 4-5 plekken een verrassingsoptreden krijgt. Je weet vooraf niet welke artiesten komen spelen. Tot nu toe zijn de reacties ontzettend positief. Het is uitverkocht. Aanstaande zaterdag weer 4x30 mensen. Voor januari is het ook aangekondigd. Ontzettend mooi pareltje als toevoeging aan ons programma. En een hele mooie samenwerking met Kunstmin. En iets wat dus ook na corona gewoon als concept kan voortleven. Ja, we hebben er echt voor gekozen om anders dan veel andere podia vooral te investeren in dingen die we hierna ook nog kunnen gebruiken. Wij zagen veel podia vanaf maart meteen beginnen met livestreamen om mij zichtbaar te blijven. En wij hebben gezegd, nou natuurlijk vinden we het belangrijk om zichtbaar te blijven, maar we gaan er niet al onze energie in steken. We gaan vooral nadenken over wat kunnen we meenemen na de crisis. En ik denk dat we dat vrij aardig gedaan hebben. We hebben nu ideeën om voorafgaand aan een optreden opnames te maken van wat er backstage gebeurt. Zodat mensen als ze uit hun werk komen om 5-6 uur van ons een stukje kunnen meekijken bij de voorbereiding van een productie. Kort interviewtje met een artiest. Zodat je de beleving van een concert veel bijzonderder maakt dan alleen maar in de auto stappen en er naartoe gaan. En na het concert weer naar huis gaan. Dus wij zijn echt op zoek gegaan naar wat kunnen we hiervan leren om meerwaarde ook op de lange termijn te kunnen bieden. Klinkt goed, Piet. Goed bezig bij Bibelo? Nee, absoluut. Ja, we hebben natuurlijk ook wel regelmatig contact met elkaar. En ik heb die waardering ook al verschillende keren uitgesproken. Dat er toch gezocht wordt naar mogelijkheden om wel activiteiten uit te voeren. En ook voor te sorteren op de nieuwe periode. Dat is ook van groot belang, denk ik. Ik denk met name de jongere groep. Die zit te springen, denk ik, om weer naar buiten te kunnen gaan. Om elkaar te kunnen ontmoeten. Om naar poppodia te gaan, naar concerten te gaan. Niet alleen de jongeren, maar ik heb het idee dat de wat ouderen, waaronder ik mezelf schaar, misschien nog wel makkelijker een boek pakken of thuis eens wat muziek opzetten of een filmpje opzetten. Maar jongeren, dat weten we allemaal, de eerste levensbehoefte is volgens mij elkaar opzoeken, elkaar treffen en feesten daar waar dat mogelijk is. Dat is nu de afgelopen periode ook af en toe misgegaan volgens mij, doordat juist groepen jongeren dachten van nou, ons overkomt het niet, maar het overkomt helaas iedereen. Maar ik zie het ook op ander niveau, we hebben elkaar bijvoorbeeld op provinciaal niveau of op regionaal niveau, op bestuurlijk niveau heb ik het dan over, hebben we elkaar echt goed weten te vinden. Ook met acties richting de provincie, richting provinciale staten, richting gedeputeerde staten, maar ook richting Rijk, gesprekken met de minister. Vanuit verschillende regio's. In het begin kwam dat allemaal aarzelend op gang. Ook het Rijk kwam aarzelend op gang. De provincie zei in eerste instantie, ja, wij hebben geen geld, we kunnen niks doen. Uiteindelijk zijn ze toch met 3 miljoen over de brug gekomen. Waardoor het een kleine 2,5 ton volgens mij voor heeft binnengesleept.
waardoor we ook andere instellingen zoals de Jazz Sociëteit, maar ook een instelling als de Movies, toch wat steun hebben kunnen verlenen. Dus nou, dat is wel de winst van deze tijd ook, ja, denk ik, dat mensen elkaar soms ook weer wat makkelijker gevonden hebben. En dat je de momenten waarop je bij elkaar kan zijn, misschien ook wel meer waardeert dan voorheen. Omdat het altijd een soort van vanzelfsprekendheid was. Ja, dat is een mooie slotzin voordat we naar het nieuws gaan luisteren. Om weer te horen hoeveel besmettingen er dit keer zijn bijgekomen. Mijn hemel, waren er veel hoor vandaag. Heel veel waren er. Ja.